Mijn naam is Mark Schuiten en ik hou me bij Exact bezig met de ontwikkeling van innovaties voor onze boekhoudsoftware. In Exact Online beschik je over vele handige cockpits van waar je precies kunt zien waar je staat met je onderneming. We hebben een nieuwe functie toegevoegd waarmee je nog makkelijker je cijfers zoals omzet, resultaat en openstaande posten kunt vergelijken. Tot nu toe was het nog niet mogelijk om via de cockpits in Exact Online historische gegevens te tonen. De cijfers die werden getoond waren alleen de actuele cijfers van het moment waarop je de cockpit bekeek. Nu heb je gelukkig ook de optie om te selecteren van welk jaar en van welke periode je de gegevens wilt zien. Hiermee kunnen onze cockpits veel meer inzicht geven wanneer je bijvoorbeeld een belangrijke beslissing moet nemen voor je bedrijf. Met deze nieuwe optie heb je namelijk meer vrijheid en flexibiliteit om de prestaties van je onderneming te analyseren. Ik zal het even laten zien hoe het eruit ziet in het product. Ik ben ingelogd in Exact Online en ik zie direct de financiële cockpit omdat ik deze als startpagina heb ingesteld. Als je nu naar het onderdeel resultaat gaat, zie je dat ik nu de mogelijkheid heb om een jaar en een periode te kiezen. Ik kan dus zelf selecteren welke periode ik analyseer en de software maakt automatisch de vergelijking met het jaar ervoor. In dit geval selecteer ik 2020 als jaar en november als periode. Door op de refresh-knop te drukken krijg ik automatische vergelijking van deze periode met het voorgaande jaar. Deze optie is ook beschikbaar voor widgets in mijn cockpit. Als ik naar het onderdeel omzetanalyse ga en in dit geval het jaar 2020 selecteer met als periode maart, dan krijg ik de bijbehorende cijfers ook te zien. Op deze manier hou je dus veel meer uit de cockpits van Exact Online, omdat je zelf kunt bepalen voor welk jaar en welke periode je de cijfers wilt bekijken. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze video. Wil je meer weten over deze functie? Ga dan naar support.exactonline.com. Bedankt voor het kijken!